Goedemiddag allemaal, welkom. Ik ga nog eventjes de mensen de tijd geven om binnen te komen. Ondertussen zien we al de spelregels van deze sessie. Die zijn een beetje dezelfde als de vorige sessies. We zitten aan 12 deelnemers. Ik ga alvast zeggen, als er mensen al vragen hebben, misschien zijn het momenteel nog praktische vragen, mag je dat altijd in de chat zetten. Die vind je terug aan de rechterkant op je scherm. Ik wil die zeker beantwoorden. We zitten aan 17 deelnemers. Ik ga nog een heel klein beetje de tijd geven om toe te komen en dan gaan we binnen een minuutje ongeveer van start gaan. Oké. Goed, welkom iedereen bij de derde ronde, bij de derde sessie die jullie meevolgen bij ons Vlaams Congres Verkeersveiligheid. Mijn naam is Elisa, maar we zijn hier natuurlijk om Karin Vaassen aan het woord te horen. Karin Vaassen is eigenlijk een expert in mobiliteit en toegankelijkheid binnen blindenzorg, licht en liefde. Zij heeft mij daarnet ook verteld, en nu ga ik heel eventjes spieken, dat ze ook docent is aan de Vivas Hogeschool te Brugge. En daar gaat zij eigenlijk studenten begeleiden over wegbeheer en infrastructuur en de mobiliteit voor blinden en slechtzienden te verbeteren. Dat gaat ze jullie ook kort toelichten vandaag bij deze sessie. We gaan ongeveer een kwartiertje tot 20 minuten naar Karin luisteren. Moesten er ondertussen vragen zijn, mogen jullie ze altijd stellen in de chat. Ik ga de vragen dan bundelen en op het einde van deze sessie komt er nog een korte vragen. Allee, of ga ik de vragen doorspelen aan Karin. Ik wens jullie alvast veel plezier, veel interessante zaken die jullie gaan tegenkomen. En dan geef ik het woord aan Karin. Goedemiddag iedereen. Welkom bij deze sessie over verkeersveiligheid voor blinde en slechtziende personen. Ik ben Karin Vaassen van Blindenzorg, Licht en Liefde en de Vereniging van Blinden en Slechtzienden, VBIS. Ik heb zelf een visuele handicap en gebruik in het openbaar domein ook een witte stok bij mijn verplaatsingen. En ik ga u wat meer vertellen over de gevaren waarmee onze doelgroep wordt geconfronteerd in het openbaar domein en wat daaraan kan verbeterd worden. Er bestaan diverse vormen van slechtziendheid of blindheid. Sommige mensen hebben enkel een centraal gezichtsveld. Voor deze mensen is het bijvoorbeeld zeer gevaarlijk om een straat over te steken, omdat zij geen verkeer van links of rechts of uit een zijstraat zien aankomen. Anderen hebben wel ruimtelijk overzicht, maar hebben bijvoorbeeld blinde vlekken in hun gezichtsveld of zien zeer onscherp, waardoor ze hun omgeving niet herkennen of zeer moeilijk herkennen en bepaalde gevaren moeilijk opmerken. Naast een beperkt gezichtsveld en een verminderde gezichtsscherpte zijn er nog allerlei andere visusbeperkingen die de mobiliteit kunnen bemoeilijken. De meeste slechtzienden hebben een combinatie van verschillende problemen
En vanaf een bepaalde ernst van die problemen spreekt men van blindheid. Een bekend mobiliteitshulpmiddel is de witte stok. In België mag deze gebruikt worden door zowel blinde als slechtziende personen. De witte stok wordt onder meer gebruikt om obstakels of drempels te detecteren. Of de gebruiker kan er ook bijvoorbeeld mee peilen naar de hoogte of diepte van een drempel als hij daar onzeker over is. Zo kan je soms bijvoorbeeld voorkomen om een verstuikte enkel aan de hand te krijgen. Ongevallen met blinde en slechtziende voetgangers gebeuren niet altijd in conflict met andere weggebruikers. Het zijn niet altijd botsingen met fietsen of aanrijdingen door auto's. Maar er gebeuren ook heel veel eenzijdige ongevallen, zoals valpartijen op voetpaden. Verder wordt de witte stok onder meer gebruikt om gidslijnen te volgen. Gidslijnen kunnen zijn de boordsteen van een voetpad of een muurtje of de gevels die langs een voetpad aanwezig zijn. De witte stok wordt ook gebruikt om podotactiele aanpassingen te herkennen en te volgen. Daar kom ik zo dadelijk nog wel op terug. Een ander mobiliteitshulpmiddel is de geleidehond. Veel mensen denken dat een geleidehond zijn baas naar een bestemming brengt. Dat is echter een misvatting. Het is de blinde of slechtziende persoon zelf die het traject moet kennen en die bepaalt welke richting dat ze uitgaan. Ook bij het oversteken is het de blinde of slechtziende persoon die moet inschatten wanneer het veilig is om over te steken en dan aan zijn hond het bevel of de opdracht geeft om de oversteek aan te vangen. Een geleide hond ziet bijvoorbeeld niet het verschil tussen groen en rood voetgangerslicht. Een geleide hond leert wel om zijn baas veilig omheen obstakels te leiden en om te stoppen voor drempels, bijvoorbeeld een voetpadrand of een trap. Podotactiele aanpassingen helpen bij de oriëntatie en duiden gevaren aan. Goede geleiding bestaat uit een aaneengesloten circuit van gidslijnen, geleidelijnen die worden aangelegd in ribbeltegels, waarschuwingsstroken in noppentegels en oriëntatievlakken in verende rubbertegels. Het materiaal moet doeltreffend zijn. Het moet minstens voldoen aan de hier vermelde norm van de Internationale Standaardisatieorganisatie. De podotactiele aanpassingen moeten duidelijk voelbaar zijn onder de schoenzolen en met de witte stok en in een goed visueel contrast zijn met de omliggende bestrating. Sommige steden voorzien uitgefreesde groeven. Dat zijn echter geen bruikbare geleidelijnen, omdat ze niet voldoen aan de vereiste technische specificaties. Blinde en slechtziende personen die een witte stok gebruiken, stappen er gewoon overheen of langsheen zonder ze op te merken. Zoiets heeft dus geen enkel nut. Verkeerslichten geregelde oversteekplaatsen komen misschien niet zo vaak voor binnen de bebouwde kom, toch wil ik ze in het kader van de verkeersveiligheid voor onze doelgroep even vermelden. Blinde en slechtziende personen kunnen de verkeerslichten niet herkennen. Ze hebben dus nood aan rateltikkers die een akoestisch signaal geven bij rood of bij groen voetgangerslicht. Nu, wanneer we daarvoor een aanvraag indienen, duurt het gemiddeld, hou u vast, 2 jaar eer de aanpassingen gedaan worden. Een aanvraag gebeurt gewoonlijk naar aanleiding van een concrete vraag. Bijvoorbeeld van een blinde vader die 2 maal per dag een drukke steenweg moet oversteken om 2 kleine kinderen naar school te brengen. 2 jaar moeten wachten op deze aanpassing is dus onaanvaardbaar lang. En dan heb ik het nog over een gemiddelde. Momenteel ben ik zelf bezig
met een kruispunt, waarvan de aanvraag voor rateltickets 5 jaar geleden werd ingediend. Verkeerslichten geregelde oversteekplaatsen dienen integraal toegankelijk te zijn voor alle voetgangers. En dat betekent inclusief voor blinde en slechtziende personen. En zouden systematisch moeten voorzien worden van rateltekens in combinatie met podotactiele aanpassingen. Er bestaan ook wel apps die groen en rood verkeerslicht herkennen en via de smartphone een visueel auditief of zelfs een trilsignaal geven. Deze zogenaamde mobiele rateltikkers mogen echter niet beschouwd worden als vervangers voor fysieke rateltikkers. Voor een persoon die zijn omgeving niet of heel slecht ziet, is het niet evident om in een rechte lijn een straat over te steken. Het signaal van de fysieke ratelticker aan de overkant van de straat helpt bij de oriëntatie en voorkomt dat de persoon gaat afwijken van de zebrapad. Dus mobiele rateltickers in de vorm van apps op smartphone zijn een goede noodoplossing voor plaatsen waar geen rateltickers zijn, maar mogen deze zeker niet gaan vervangen. Tramsporen en trambeddingen oversteken is zeer gevaarlijk vanwege de voorrang voor de tram. Blinde en slechtziende personen kunnen trouwens ook de afstand en de snelheid van naderende voertuigen niet goed inschatten. Voorzie oversteekplaatsen ter hoogte van tramsporen daarom van goed contrasterende rood-witte markeringen en van een akoestisch en visueel waarschuwingssignaal voor naderende of doorrijdende trams. En waar een tram voorrang heeft, wordt het zebrapad best niet doorgetrokken over de sporen, want dat geeft een foutief signaal aan de voetganger. In een zone 30 worden vaak geen zebrapaden aangelegd, zodat voetgangers overal kunnen oversteken. Dat klinkt misschien wel mooi, maar daarmee wordt dan wel de voorrang ontnomen. Op plaatsen waar er geen zebrapad is, zijn bestuurders immers niet verplicht om te stoppen voor voetgangers die willen oversteken. Voor blinde en slechtziende personen is het zeer onveilig om dan op een willekeurige plaats te moeten oversteken. Sommigen gebruiken nog wel hun restvisus om te zien of er verkeerd nadert, maar dat is ontoereikend. Anderen kunnen louter afgaan op hun gehoor. Fietsen en elektrische voertuigen zijn niet altijd zo goed hoorbaar. Blinden en slechtzienden zien ook niet of zich aan de overkant van de straat een hindernis bevindt. Ze kunnen bijvoorbeeld tegen een geparkeerde auto aanbotsen en geraken dan niet meteen op het voetpad. Er kunnen allerlei hindernissen zijn. Dat kan ook een glas bak staan, een glascontainer, een fietsenstalling of er kan een boom staan, wat verhindert dat je op het fietspad geraakt. Geleidehonden leren bovendien om een zebrapad te zoeken. Als er dan nergens in een zone 30 een zebrapad te vinden is, is dat problematisch. Het is daarom aanbevelen om ook in een zone 30 op cruciale plaatsen toch zebrapaden te voorzien. De traditionele witte strepen van een zebrapad contrasteren goed met een zwart of donkergrijs wegdek. Wanneer er tussen de witte strepen heldere kleuren worden aangebracht, zoals geel en oranje, kan dit de herkenbaarheid van een zebrapad voor slechtziende personen en mogelijk ook voor geleidehonden sterk bemoeilijken. Zebrapaden dienen voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers. Moeten regenboogkleuren dan uitgerekend op zebrapaden worden aangebracht? Er bestaan in het openbaar domein talrijke andere mogelijkheden om regenboogkleuren aan te brengen. Denk maar aan antiparkeerpaaltjes,
palen van straatverlichting, bloembakken. En daar kunnen ze juist bijdragen tot een betere veiligheid voor slechtziende personen in plaats van deze in het gedrang te brengen. Op een doorlopend trottoir genieten voetgangers absolute voorrang. Uit praktijkervaringen blijkt echter dat bestuurders zich niet altijd vergewissen van de eventuele aanwezigheid van voetgangers op het voetpad. Bovendien merken blinde en slechtziende personen vaak niet dat er een zijstraat is. Het is belangrijk om hen door middel van podotactiele aanpassingen te attenderen op de zijstraat en aan te geven waar dat er mogelijk kruisend verkeer kan komen. Een gelijkgrondse inrichting tussen voetpad en rijbaan kan voor blinde en slechtziende personen tot gevaarlijke situaties leiden. Een gebruiker van een witte stok voelt niet waar de rand van het voetpad is en kan zonder het te beseffen op de rijbaan terechtkomen. Eenzelfde probleem stelt zich voor gebruikers van een geleidehond. Wanneer er ter hoogte van een zijstraat geen niveauverschil is tussen voetpad en rijbaan, stopt de hond niet op de straathoek en loopt hij gewoon rechtdoor de straat op. Voor onze doelgroep is een duidelijke scheiding tussen wegen voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat een voetpadrand van minimaal 6 cm hoog met een verticale of bijna verticale rand het best detecteerbaar is voor gebruikers van een witte stok en ook het best herkenbaar is voor geleidehonden. De Vlaamse bouwverordening in zaken voetgangerswegen omvat regels met betrekking tot de obstakelvrije breedte en hoogte en bepaalt dat de obstakelvrije loopzone in een bloeiende lijn moet verlopen, waarbij eventuele obstakels per weggedeelte aan dezelfde zijde van de loopweg worden aangebracht. De rechterfoto toont daarvan een voorbeeld. Veel voetpaden werden echter aangelegd voordat deze bouwverordening in voege trad. Daar bevinden zich vaak nog obstakels midden op het voetpad. Het is aanbevolen om ook bij deze voetpaden, bijvoorbeeld bij vernieuwing van het wegdek, te streven naar een zo obstakelvrij mogelijke ruimte voor de voetgangers. Wanneer de volledige breedte van een voetpad wordt ingenomen door werken en andere hindernissen, zijn voetgangers genoodzaakt om zich bijvoorbeeld tussen de geparkeerde voertuigen langs het voetpad door te wringen en op straat te gaan lopen. Voor blinde en slechtziende personen is dat zeer desoriënterend en ook gevaarlijk. Er bestaat regelgeving in zaken het afbakenen en signaleren van werken op voetpaden en in zaken de inname van voetpaden door handelaars en door horeca. De toepassing van die regelgeving valt of staat met een consequente controle en handhaving. Gebruikers van een witte stok hebben niet alleen nood aan een voldoende brede doorgang, maar ook aan een gidslijn. In een bebouwde omgeving is dat doorgaan de gevellijn langs het voetpad. Horecazaken doorbreken dat. Wanneer een terras wordt afgebakend met windschermen of op een vlonder wordt geplaatst, wordt er een alternatieve gidslijn voorzien. En dan is er nog het wild parkeren van deelsteps op voetpaden. De talrijke voorbeelden op deze dia tonen aan dat dit een groeiend probleem is. De steps worden diagonaal of haaks op het voetpad geparkeerd, staan voor de deur of toegang van een woning of handelszaak, versperren de weg naar een zebrapad, ze staan langs een gidslijn of soms zelfs op een geleidelijn. Blinde en slechtziende personen zien de steps niet en vallen erover. Het is hoog tijd om dit probleem in te dijken. En dat kan door een vergunningverplichting in te voeren.
parkeerplaatsen en parkeerzones voor deelsteps te voorzien en door afspraken te maken met aanbieders van deelsteps over de parkeerregels voor de klanten en over het opvolgen van klachten omtrent verkeerd of gevaarlijk geparkeerde deelsteps. Belangrijk is om daarbij vast te leggen wie dat opvolgt en binnen welke termijn dat gebeurt. En die termijn moet redelijk zijn. Er zou dan aan het probleem moeten verholpen worden binnen het uur na het signaleren van een klant. In Nederland verscheen een interessante leidraad gemeentelijk beleid voor deelmobiliteit met onder meer tips om hinderlijk parkeren van deelvervoersmodi. Dan heeft het dan niet alleen over deelsteps, maar ook over deelfietsen en deelscooters, om dat te voorkomen. Een absolute aanrader. Zo, ik heb getracht om u in korte tijd zoveel mogelijk informatie mee te geven over hoe ongevallen met blinde en slechtziende voetgangers kunnen voorkomen worden. Nu is het aan u om daarmee daadwerkelijk aan de slag te gaan. Hartelijk dank voor uw aandacht. Als er nog vragen zijn, dan verneem ik die graag via de moderator. En mochten er later nog vragen rijzen, dan bent u ook steeds welkom. U vindt mijn coördinaten op deze dia. Oké. Karen, dank je wel voor deze toch wel heel goede uiteenzetting. Ik ga alvast vermelden dat de presentatie en de opnames hiervan later worden doorgegeven aan de deelnemers. Dus deze kan ook echt heel goed bruikbaar ingezet worden wanneer er nagedacht wordt over de infrastructuur van steden en gemeenten. Karen, er is een vraag binnengekomen van Jelle de Kokker, als ik mij niet vergis. En dat gaat eigenlijk over het ratellicht het ratelgeluid, het klikkersysteem voor de voetgangerslichten. Hij vraagt zich namelijk af hoeveel dat zoiets kost en of het veel meer kost dan een niet-ratelsysteem. Over de recente kostprijs daarvan ben ik niet op de hoogte. Nu, wat ik wel weet, dat is als je de verhouding moet afwegen tussen wat de installatie van verkeerslichten kost en de kosten voor een ratelticker, dat dat verwaarloosbaar is. Het is tenslotte een publieke voorziening volgens het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap, wat door België ook en door Vlaanderen werd geratificeerd. Is het de samenleving die eigenlijk zich moet toegankelijk opstellen en die een inclusief beleid moet voeren naar mensen met een handicap toe. En het is eigenlijk niet langer aanvaardbaar dat een publieke voorziening, zoals een voetgangerslicht, niet toegankelijk is voor een deel van de samenleving, voor mensen met een handicap die moet een boord gaan op een gehoor bijvoorbeeld, die geen visuele signalen kunnen zien. Ja, nee, een zeer mooi antwoord. Er komen nog, Jelle de Kok, sorry dat ik uw naam trouwens verkeerd gezegd heb daarnet. Jelle is het eens met jou en hij pleit er ook voor om het een standaard iets van te maken, om het in te voeren. Hij dankt je ook voor je antwoord. Dan is er nog Carlo die een vraag heeft. Ik zal het even voorlezen. Ik denk eraan om een teambuilding te organiseren voor de collega's van mobiliteit in zaken slechtziendheid in het verkeer. Kunnen we via Karen beroep doen op iemand die dit zou kunnen begeleiden? Ik zal daar misschien een kort antwoord op geven, Carlo. Misschien kunnen jullie een chat met jullie twee voeren, Karen en Carlo, om daar zo op te antwoorden. En dan kan je misschien Carlo zo op weg helpen waar dat hij het best naartoe kan om dit te organiseren. Ik weet niet of dat kan, Karen. Ja, ik heb een voorkeur eigenlijk voor een mailbericht, dat kan. Ik zou dan zeggen, noteer eventjes de mailberichten die nu nog in beeld zijn,
de e-mailadressen bedoel ik, die nog in beeld zijn. En ja, dan houden we zeker verder contact daarover. Ik zal daar met genoegen aan meewerken, aan zo'n initiatief. Voilà. Goed, Carlo zegt, mail is oké. Dus je mag er alvast eentje verwachten van hem. Oké, goed. Ik heb ook heel veel handjes, applaudisserende handjes gezien en duimpjes omhoog zien binnenkomen. Dat is altijd leuk. Dan rest er mij gewoon zeker jou te bedanken, Karen. Maar ook de deelnemers te bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn. En ik zou zeggen, het is nu een korte lunchpauze. Dus dan wens ik iedereen smakelijk eten. En ietsje voor 1 uur, ik denk 1:15 of 1:50, kunnen jullie nog meegenieten van een DJ-set van Daan en Erik. Dat wordt een dikke fun, hebben ze mij gezegd. Voilà, veel plezier nog iedereen bij het Vlaams Congres Verkeersveiligheid. Goed. Dankjewel, tot ziens iedereen. Tot ziens, dag. Voilà, Nick zegt ook nog eens bedankt voor de toelichting, Karen. Dankjewel voor het modereren. Dat is heel graag gedaan. Ik ben hier nog aan het kijken hoe dat ik de mensen terug naar de lobby moet kicken, eigenlijk. Ik vind het niet terug, dus ik hoop dat ze zelf hun weg wel terugvinden. Hoeveel waren het totaal aantal? Ik denk dat het... ik denk 21. Maar dat wordt soms een keer 20, een keer 19, een keer 22. Dus ik denk 20 gemiddeld. Ja. Voilà. Kijk, Karen, ik ga ook afsluiten en ik ga je ook een fijne maaltijd wensen. Hè? En nog veel plezier ook. Ik weet niet of je vanmiddag ook nog gaat meevolgen. Jazeker. Ja. Oh. Ik blijf erbij de ganse dag. Ah, fijn. Oké. Okay. Nog veel plezier. Ja, en dan ga ik het volledig afsluiten, deze sessie. Ja. Tot ziens. Ja, dag.